Het aantal kappers in de Ljouwerter binnensteed neemt zo bot aan dat de algemene Nederlandse kappersorganisatie ANKO hem er zwaar genoeg maakt. Het aantal kapperszaken nam hier in 4 maar ze wat een tredeta. Er zijn nu 36 kapsalons die het alweer opvallen willen. Ik heb een barber lounge, ben ik begonnen zeg maar. Het is iets anders dan altijd zeg maar. Bij mij kun je ook nu eten, hapjes en drankjes, dan alleen knippen. Wat je vaak hebt is alleen maar knippen zeg maar. En bij mij is het meer even een sfeer regelen van dat ze kunnen relaxen. En mensen die moeten wachten kunnen ze even een hapje of een drankje krijgen. Of ze kunnen even in de lounge gaan zitten, om tv kijken, noem maar op. Het aantal kapperszaken is in heel Nederland de laatste 4 maar meer dan 25% omheen gegaan. Het binnen voor het grootste part iemanszaakjes. Een soort werknemers van bestaande kapsalons beginnen voor henzelf. Nou zitten er hier zelf volle kapperszaken in de buurt. Dat was er kennen wel in bij. Ja. En waar onderscheidt die dan in ten opzichte van oren? Nou, ik denk het verven vooral. De balayage doe ik veel. Dat is een speciale verftechniek. En ik had al een grote klantenkring. En dat is wel de reden dat ik het geprobeerd heb. Het papier zit hier al doen 38 jaar. Het is al een en al nostalgie. Is dat wat je mee onderscheidt van de orenkapperszaken? Zeker weten, ja. En dat vindt de jeugd tegenwoordig wel weer heel erg leuk. Het jouw iets aan hier en but cultuur? Ja, het begint wel een beetje bij te komen. Althans, ik dacht in eerste instantie ook niet van dat er mensen met echt paarden zouden komen. Ze lopen hier wel vrij veel rond, hoor. Friesland had nou zo'n 1000 en Ljouwert 116 kappers. De oneerlijke concurrentie neemt ta, vindt de branchevereniging. Bestaande kappers verliezen klanten aan nieuwe, goedkope concurrenten en aan thuiskappers en kappers aan huis. De volgende videoreportage is te vinden op veensteropfriesland.frl.